een squishy maken met Flex Vomit 3. Waar ik mee ook deze hele grote haas heb gemaakt. Ik vind hem echt super cool gelukt. En ik heb hier nog meer, zoals dit hele schattige lieve heersbeestje. En een vlinder. We hebben ook nog een bloem. Dit heb ik allemaal geverfd. Ze squishen allemaal anders. En we wouden het nog een keer doen. Alleen hier ging het een beetje fout. Want deze is wel een beetje erg hard. En we hebben hier nog een bruine. En we hebben hier nog een gouden. Maar die hebben we nu niet nodig. Want we gaan Nou, ik heb al deze kleintjes heb ik gemaakt met deze maal. En deze van die kleine bakvormtjes. En vandaag ga ik iets proberen met een ballon. Om te laten zien hoe die reist. En met deze krokodil, dit is een hondenspeeltje. En die ga ik dan hier openknippen en dan ga ik het proberen. Hij ziet er wel super leuk uit. En ik heb gevoeld, dus voelt al de details die je ook aan de buitenkant ziet. Dus ik hoop dat dit echt gaat lukken. Dus ik vind het echt super leuk om te doen. Ik hoop echt zo dat het lukt. Dus met de schaar ga ik dan zo, ga je hierin. En dan helemaal. En dan knip ik hem open, dat ik dan de Flex Foam It 3 erin kan doen. Het is wel een beetje lastig om te knippen, dus ik geef even aan mijn moeder. Zoals je hoort, het piepertje doet het niet meer. Dat komt omdat hij open is geknipt. Hier gaat straks de Flex Foam It 3 in. Nou, de schaar heb ik niet meer nodig. En ik trek maar de handschoenen aan. En daarna gaan we alles goed mixen en het in doen. Nou, laat ik maar beginnen. Hier zit de B in. Die moet ik dan dus tot hier. Ik moet ze wel eerst even schudden. En dan doe ik de rest doe ik dan met A. Oké, ik begin met B. Oké. Ik krijg het aan die open. Ik krijg de pot niet open, dus mijn vader heeft hem even open gemaakt. Bij die kun je dan niet zien hoe die reist, maar bij deze wel. Nou, dat hoop ik. En dan heel snel zijn. Oké, ik ga een klein beetje hier doen. Ik vond het echt heel eng, dus ik denk dat ik deze echt ga verpest. Bij het ballonnetje weet ik niet of ik het heb verpest. Ik weet het allemaal niet. Maar ik ben wel super benieuwd. En volgens mij begint deze al heel snel met reizen. Want hij voelt zichzelf best wel snel nu op. Dus ik ben super benieuwd. We moeten nu 30 minuten wachten, dus we zetten de camera op de ballon, zodat jullie kunnen zien wat er gebeurt. En zoals jullie zien wordt hij al helemaal bol. Dus echt, ik ben super benieuwd hoe groot die gaat worden. En of die grootste gaat worden en deze overvloot. Oh nee! Uh-oh. Het zit nu op de tafel. Uh-oh. Zoals jullie zien wordt deze echt veel bolder. We zijn nu 30 minuten verder
En dit is de krokodil. Ik ben echt bang dat deze is mislukt. Ik hoop het niet. En dan wordt het gewoon een heel leuk filmpje natuurlijk. Oké, ik hoop echt dat deze is gelukt. En we hebben ook nog deze. En hij is niet helemaal gevuld, maar het zit er wel in. Ik denk dat hij misschien ook nog wel nat is, maar dat weet ik niet. Maar er zit ook nog een beetje lucht in. Maar voor de rest is hij squishy, dus ik ga hem openmaken. Oh, hij zit echt helemaal vast aan de ballon. Zo ziet hij eruit. Hij squisht wel lekker. Maar het is niet de beste squishy, maar hij squisht wel. Dus het is geen veel. Oké, nu is het moment van waarheid. Ik denk dat ik deze echt helemaal kapot moet knippen, maar hoe ga ik dit doen? Nou, kijk, ik ga... Kijk, hij is... Hij zit echt helemaal vast. Hoe ga ik met die schaar in? Oh nee. Hier zit nog een stukje, dat ga ik er eerst afknippen. Maar ik denk dat hij wel goed is gelukt. Want als ik hier mijn vinger langs ga, kan je hier het zien. Dus ik denk dat ik... Kan ik dit nog verder... Ik ga hem ietsje verder knippen richting. Hij is ietsje verder open. Ik hoop dat ik hem er zo uit kan drukken. Gaat wel lastig. Ik ga eerst de kont proberen. Oké, dit dan. Kom eruit. Ik denk dat ik nog ietsje verder moet openknippen. Dat laatste stukje. Ja! Als je hem verf lijkt echt een krokodil. Alleen heeft geen staart en geen voeten. Hij ziet er wel echt super leuk uit. Hij doet de squish test. Hij is best wel slow rising. Het is echt een hele goede squishy. En als je dan verft, lijkt het echt op een krokodil. En heb je hier natuurlijk ook nog het voorbeeld hoe je hem dan kan verven. Natuurlijk super leuk. Je mag het zelf natuurlijk verzinnen. Maar dit is gelukt. En misschien kan ik een andere keer misschien ook wel met deze papegaaikip. Wat dit ook is, het is ook een hondenspeeltje. Misschien kan ik het hier ook nog mee maken. Dan, ik hoop dat dit dan ook lukt, want dit heeft gewoon gewerkt. Echt super cool. Ik ga hem nog even ietsje mooier knippen en ik ga hem verven. En als hij dan helemaal klaar is, kom ik bij jullie terug. En dat doe ik met deze acrylverf. Ik heb hem geverfd. Zo ziet hij eruit. Helaas heeft hij geen staart en geen voetjes. Maar nu de squish test. Hij squisht wel goed. Hij is niet slow rising, maar hij squisht wel heel lekker. En hij voelt ook aan als een echte squishy. Ik vind het super leuk gelukt. Nou, dit was de mal. En zo is hij eruit gekomen. Ik vind het echt super leuk. Nou, ik vind hem super goed gelukt. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier. Bij Jill natuurlijk. Vergeet me ook niet te volgen op Insta. Bij Jill Griekse IT. Doei!